Hoi, ik ben Marie-José van Bolhuis, geestelijk verzorger en ik doe een serie over het alfabet en wel het alfabet van de levenskunst. En ik was gestopt met de J van jij en toen was het een hele tijd stil. Het was in oktober en toen werd het november, toen werd het december en ik wist de hele tijd al dat ik het over de L van licht ging doen, want ik zelf heb wel wat moeite met die donkere dagen rond kerstmis. De duisternis, het ontbreken van blauwe luchten. Maar ik kwam er niet uit. En tegelijkertijd heb ik ook wel een beetje de pest aan al dat kunstlicht wat overal is. De zogenaamde gezellige kerstsfeer met een overvloed aan licht. Alsof we het niet donker kunnen laten hebben. Dus eigenlijk was ik alsmaar een beetje aan het denken, welke kant wil ik op met dat licht? En we hebben gehad het grote lichtfeest kerstmis. En we gaan... De dagen gaan weer lengen, maar de luchten zijn nog grijs en grauw. En eigenlijk dacht ik heb niks tegen duisternis. Als het dan ook maar echt licht is. Maar ja, ik zal een verhaaltje vertellen over licht. En het speelt zich af zoals een heleboel van die verhaaltjes lang geleden. Toen er nog geen elektriciteit was. En toen alle verhalen nog gingen over koningen met zonen. Dus ik maakte maar een koningin van met dochters. Er was dus een koningin die oud werd en ze had twee dochters. En ze vroeg zich af welke haar zou opvolgen en ze kregen de volgende opdracht. Hier heb je een goudstuk, zei ze tegen alle twee dochters. Kom morgen terug en vul de grote hal van het paleis helemaal met iets. Vul het helemaal met iets. Er mag geen hoekje ongevuld zijn. Denk goed na. Wie het wint? Wordt koningin. En ze gingen weg, die twee dochters. De eerste kwam terug met een boer met drie karren vol met hooi. En dat hooi werd in het paleis gestouwd. En het vulde, maar helaas, het was niet goed genoeg. Al dat hooi er weer uit. Stro kan het ook geweest zijn. En toen kwam de tweede met een klein doosje. En in dat doosje zaten een stuk of 8 kleine olielampjes. En in iedere hoek van de ruimte zetten ze een olielampje aan, stak het aan. En heel de donkere hal van het paleis was gevuld met zacht licht. Alle hoekjes en gaatjes. Mogen duidelijk zijn, zij won de zaak. Maar nou, de levenskunst vraagt erbij. Ik denk, dat is duidelijk. Met een beetje licht verdrijf je de duisternis. Met een beetje duisternis verdrijf je niet het licht. Dus, als je somber bent en het moeilijk hebt of last van de duisternis buiten, zoals ik, maak een klein lichtje aan. Of nog beter, wees zelf een beetje licht. Met een beetje licht is het niet zo donker in deze wereld, in je huis, in je omgeving. Olielampjes hoeft niet per se. Licht. Een beetje licht tegen de duisternis. Dag.